Van de visser en zijn vrouw. Sprookjes van Grimm. Er waren eens een visser en zijn vrouw. Die woonden samen in een soort vispot, vlak bij de zee. De visser ging elke dag naar het strand om te vissen. Op een keer zat hij weer te vissen en daarbij keek hij voortdurend in het heldere water. En hij zat maar. En zat maar. Opeens ging de haak naar beneden, diep het water in. En toen hij hem ophaalde, had hij een grote bot te pakken. Een grote platvis. De bot zei tegen hem: "Hoor eens, visser, ik smeek je mij te laten leven. Ik ben geen echte bot. Ik ben een betoverde prins. Wat heb je eraan als je mij doodmaakt? Ik zou je toch niets maken. Gooi me weer in het water en laat me zwemmen." "Nu," zei de man, "u hoeft niet zoveel woorden te gebruiken. Een bot die kan praten had ik toch wel laten zwemmen." En met deze woorden gooide hij hem weer in het heldere water. De bot dook omlaag en verdween in de zee. De visser stond op en ging naar zijn vrouw in de pot. "Man," zei de vrouw, "heb je vandaag niks gevangen?" "Nee," zei de man, ik had een bot gevangen en die kon praten. En die zei dat hij een betoverde prins was. Ja, en toen heb ik hem weer laten zwemmen." "Heb je dan geen wens gedaan?" vroeg de vrouw. Nee, zei de man, "wat zou ik moeten wensen?" "Ach," zei de vrouw, "het is toch vreselijk om hier altijd maar in die pispot te moeten wonen. Het is walgelijk en het stinkt. Je had toch wel een klein hutje kunnen wensen. Ga er nog eens heen om hem te roepen en zeg tegen hem dat we een hutje willen hebben." "Ach," zei de man, "moet ik er dan weer naartoe?" "Ja," zei de vrouw, "je had hem toch gevangen en je hebt hem weer laten zwemmen." "Natuurlijk doet hij het. Ga er nu maar meteen heen." De man had er nog steeds niet veel zin in, maar hij wilde ook geen ruzie met zijn vrouw en dus ging hij naar de zee. En toen hij daar aankwam, was de zee helemaal groen en lang niet meer zo helder. Hij ging aan het water staan en hij riep: "Mannetje, mannetje, timpetee, bootje, bootje in de zee. Ach, mijn vrouwtje Ilsebil wil iets anders dan ik wil." De bot kwam aanzwemmen en vroeg: "Nu, wat wil ze dan?" "Ach," zei de man, ik had je toch gevangen, hè? En ik heb je terug vrijgelaten, hè? En nu zei mijn vrouw dat ik best een wens had kunnen doen. Ze wil niet meer in die pispot wonen. Ze wil graag een hutje." "Ga er maar heen," zei de bot. "Ze heeft het al." De man ging terug en zag dat zijn vrouw niet meer in een pispot zat. Er stond een klein hutje en zijn vrouw pakte zijn hand en zei: "Kom eens mee naar binnen. Kijk, dit is toch veel beter." Hij zag dat er in de hut een klein halletje was en een mooie kamer en een slaapkamer, een keuken. En achter de hut was ook een plaatsje met kippen en eenden. En een tuintje met groenten en fruit. "Kijk," zei de vrouw, "is dat nu niet mooi?" "Ja," zei de man, "zo moet het blijven. Nu kunnen we heel tevreden leven." "Dat staat nog te bezien," zei de vrouw. Toen aten ze wat en daarna gingen ze naar bed. Dat duurde zo 1 of 2 weken. Toen zei de vrouw: "Hoor eens, man, de hut is toch eigenlijk te klein. Die bot had ons best een groter huis kunnen geven. Ik zou wel in een groot stenen kasteel willen wonen. Ga naar de bot. Hij moet ons een kasteel geven." "Ach, vrouw," zei de man, "die hut is toch goed genoeg? Waarom moeten we in een kasteel wonen?" "Vooruit," zei de vrouw, "ga er nu maar heen.
De bot kan dat heus wel doen. Nee, vrouw, zei de man. De bot heeft ons net deze hut gegeven. Ik wil niet nu alweer bij hem terugkomen. Misschien wordt hij wel kwaad. Je moet gaan, zei de vrouw. Hij kan het heel goed. En hij doet het graag. Ga er nu maar heen. De man had het er erg moeilijk mee. Hij zei bij zichzelf, het is niet goed. Maar tenslotte ging hij toch. Toen hij bij de zee kwam, was het water helemaal paars, maar nog wel kalm. Hij ging aan het water staan en riep, mannetje, mannetje, timpetee, bootje, bootje in de zee. Ach, mijn vrouwtje, Ilsebil, wil iets anders dan ik wil. Nu, wat wil ze dan? Vroeg de bot. Ach, zei de man, ze wil in een groot stenen kasteel wonen. Ga er maar heen. Ze staat voor de deur, zei de bot. De man ging terug en dacht bij zijn hut te komen. Maar toen hij er was, zag hij een groot kasteel staan. En zijn vrouw stond net boven aan de trap om naar binnen te gaan. Ze pakte zijn hand en ze zei, kom er maar in. Hij liep met haar mee naar binnen en zag dat er in het kasteel een grote hal was met een marmeren vloer. En er waren veel dienaren die de grote deuren opendeden. En alle muren die waren behangen met prachtige wandkleden. En aan de plafonds hingen kristallen kroonluchters. En in alle kamers en zalen lagen tapijten. En de tafel stond zo vol met spijzen en heerlijke wijnen dat ze er bijna onder bezweek. En achter het huis was een grote binnenplaats met een paardenstal en een koeienstal en prachtige koetsen. En, zei de vrouw, is dat nu niet mooi? Ach ja, zei de man, zo moet het maar blijven. Nu kunnen we tevreden in dit mooie kasteel wonen. Dat valt nog te bezien, zei de vrouw. Laten we daar maar eens een nachtje over slapen. En ze gingen naar bed. De volgende morgen werd de vrouw het eerst wakker. De zon was net op en vanuit haar bed zag ze het prachtige land liggen. En terwijl haar man zich nog lag uit te rekken, porde ze hem met haar elleboog in zijn zij. Man, sta op en kijk eens uit het raam. Kijk, kunnen wij niet koning worden over al dat land? Ga naar de bot. Wij willen koning zijn. Ach, vrouw, zei de man, waarom zouden we koning willen zijn? Ik heb geen zin om koning te zijn. Nu, zei de vrouw, misschien wil jij geen koning zijn, maar ik wil wel koning zijn. Ga naar de bot. Toen ging de man erheen, erg bedroefd dat zijn vrouw koning wilde worden. Dat is niet goed. Dat is niet goed, dacht de man. Toen hij bij de zee kwam, was het water helemaal zwart-grijs. Het bruiste onder de oppervlakte en het stonk afschuwelijk. Hij ging aan het water staan en riep, mannetje, mannetje, timpetee, bootje, bootje in de zee. Ach, mijn vrouwtje Ilsebil wil iets anders dan ik wil. Nu, wat wil ze dan? Vroeg de bot. Ach, zei de man, ze wil koning worden. Ga er maar heen. Ze is het al, zei de bot. De man ging terug en toen hij thuis kwam, zag hij dat het kasteel veel groter geworden was. Het had een hoge toren en voor de deur stond een schildwacht. En er waren veel muzikanten met pauken en trompetten. Toen hij naar binnen ging, zag hij dat alles van zuiver marmer met goud was. En toen gingen de deuren van de zaal open en daar stond de hele hofhouding en zijn vrouw zat op een hoge troon van goud en diamant. Ze had een gouden kroon op haar hoofd en een scepter in haar hand van zuiver goud met edelstenen. En aan weerskanten stonden 6 hofdames op een rij.
Hij ging voor haar staan en vroeg: "Ach vrouw, ben je nu koning?" "Ja," zei de vrouw, "nu ben ik koning." Hij keek en keek en toen hij haar zo een tijdje had bekeken, zei hij: "Ach vrouw, wat ziet dat er mooi uit als je koning bent." "Man," zei ze, "wat sta je daar nu? Ik ben koning, maar nu wil ik ook paus worden. Ga naar de bot." "Vrouw," zei de man, "wat wil je toch allemaal? Paus kun je niet worden. Er is maar één paus in de christenheid en dat kan hij je echt niet maken." "Man," zei ze, "ga er onmiddellijk naartoe. Ik wil vandaag nog paus worden. Als hij me koning kan maken, kan hij me ook paus maken. En jij, je bent alleen maar mijn man. Wil je wel eens gauw gaan?" Toen werd hij bang en ging op weg. Maar hij voelde zich ellendig. Hij beefde en bibberde. Er stak een wind op die over het land gierde. En de wolken die joegen langs de hemel. Het water kolkte en bruiste alsof het kookte. En de golven die sloegen op het land. Sidderend van angst ging hij aan het water staan en riep: "Mannetje, mannetje, timpetee, bootje, bootje in de zee. Ach, mijn vrouwtje Ilsebil, wil iets anders dan ik wil." "Nu, wat wil ze dan?" vroeg de bot. "Ach," zei de man, ze wil paus worden." "Ga er maar heen. Ze is het al," zei de bot. Hij ging terug. En toen hij thuis kwam, zag hij een grote kerk, een kathedraal. Hij drong zich tussen de mensen door. Binnen werd alles verlicht door duizenden kaarsen. En zijn vrouw was gekleed in zuiver goud en zat op een nog veel hogere troon. En ze had 3 gouden kronen op haar hoofd. En om haar heen stonden veel kardinalen. En keizers en koningen lagen voor haar op hun knieën en kusten haar pantoffel. "Vrouw," zei de man terwijl hij haar aankeek, "ben je nu paus?" "Ja," zei ze, "ik ben paus." Hij ging dichterbij staan. Hij keek en keek. Het was alsof hij in de felle zon keek. Toen hij zo een tijdje had staan kijken, zei hij: "Ach vrouw, wat ziet het er mooi uit als je paus bent. Nu moet je tevreden zijn. Nu ben je paus. Nu kun je niets anders meer worden." "Dat staat nog te bezien," zei de vrouw. Toen gingen ze allebei naar bed, maar zij was niet tevreden. Ze kon er niet van slapen en bleef maar piekeren wat ze nog meer wilde worden. Ondertussen begon de zon op te komen en toen ze het morgenrood zag, ging ze rechtop in bed zitten. En toen ze door het raam de zon zag opgaan, dacht ze: "Ah, kan ik niet ook de zon en de maan laten opgaan?" "Man," zei ze, terwijl ze met haar elleboog in zijn ribben porde, "word wakker en ga naar de bot. Ik wil als God worden." De man sliep nog maar half, maar hij schrok zo dat hij uit zijn bed viel. Hij dacht dat hij het verkeerd had verstaan. Hij wreef zijn ogen uit en zei: "Vrouw, wat zeg je nu?" "Man," zei ze, "als ik de zon en de maan niet zelf kan laten opgaan en zomaar moet aanzien dat de zon en de maan vanzelf opgaan, dan hou ik het niet uit." En ze keek hem zo angstaanjagend aan dat de rillingen over zijn rug liepen. "Ga onmiddellijk naar de bot. Ik wil worden als God." "Ach vrouw," zei de man terwijl hij voor haar op zijn knieën viel, "dat kan de bot niet. Koning en paus kan hij je maken, maar ik smeek je, kom tot jezelf en blijf paus." En toen werd ze woedend en ze begon hem te schoppen, terwijl ze schreeuwde: "Ik hou het niet uit, ik hou het gewoon niet uit, ga er dadelijk heen." Hij schoot zijn broek aan en rende weg als een waanzinnige. En buiten raasde de storm zo hevig dat hij nauwelijks op de been kon blijven. De hemel was pikzwart en het donderde en bliksemde.
en de golven van de zee waren zwart en zo hoog als kerktorens. En toen schreeuwde hij, en ik kon zijn eigen woorden niet eens horen. Mannetje, mannetje, timpetee, botje, botje in de zee. Ach, mijn vrouwtje Ilsebil, wil iets anders dan ik wil. Nu, wat wil ze dan? Vroeg de bot. Ach, zei hij, ze wil worden als God. Ga er maar heen. Ze zit alweer in de oude pispot. En daar zitten ze nog tot op de dag van vandaag.